Entre 18 e 25 de maio, tem treinamento de um grupo de militar na Boneiro. Companhia do West, da unidade Exército, normalmente estacionada na Corshow. Notícia nos teve a conversar com o voceiro de defesa, Sr. Stefan de Haan, que conta-nos em uma visita aqui na Boneiro. Ja, we zijn dus deze week met Defensie en met de militairen op Bonaire. Dat is in principe niet nieuw, want dat doen we regelmatig. We hebben een eenheid hier die deze week is, dat is de Compagnie in de West. Zij zijn afkomstig van de luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht uit Nederland. Dat is een eenheid die op Curaçao gestationeerd is, in principe voor 4 maanden. En binnen die 4 maanden is het gebruikelijk dat de eenheid ook altijd gaat oefenen op Bonaire. Omdat hier oefenfaciliteiten zijn, omdat het hier heel goed kan. Maar ook om zichtbaar te zijn voor Bonaire. Om de mensen te zien, te spreken, gezien te worden. En dat vindt deze week weer plaats. E exercício nanta consiste de mais elemento. Assim tem ribe terreno de exercício um cenário que minda nanti um inimigo fictício que nanti de confundir. Também é militar nanta exercer patrulha nan social de vicendário de Kralendijk. Aqui, nanta baiba conversação nan que a população passina forma contacto e intercambiar informação. Ja, eigenlijk hebben de militairen een heel breed programma. Dus dat betekent dat ze met een scenario werken, daar een planning op moeten maken. Dat ze daar diverse gevechtsacties gaan uitvoeren. Dat gebeurt ook 's nachts. Dat is een deel van het programma, maar wat ze bijvoorbeeld ook doen is, en dat noemen we bij de Defensie sociale patrouille. Dus dat betekent dat ze patrouilleren, gaan verkennen, over straat gaan, te voet, met een voertuig. De mensen zien, de mensen spreken. Dat is ook een deel van de oefening. Hoeveel dagen, hoeveel weken duren deze oefening op Bonaire? Deze oefening duurt 1 week. De militairen zijn gisteren aangekomen met het marineschip Zijne Majesteit Pelikaan. En ze blijven hier dus tot en met volgende week dinsdag en dan gaan ze weer terug naar Curaçao. Ja, in principe is het natuurlijk voor Bonaire de aanwezigheid bekend, maar het is gewoon goed en dat merken we ook om hier regelmatig te zijn. Om ook die goede band die we als krijgsmacht hebben met Defensie of met Bonaire, om die te houden. Dus we willen de mensen zien, we willen de mensen spreken. En aan de reacties van de bevolking van Bonaire merken we ook dat het ook gewoon als prettig ervaren wordt. Dat het als vertrouwd ervaren wordt. We hopen natuurlijk ook dat mensen zich veilig voelen in onze aanwezigheid. En de reacties zijn heel positief, variërend van zwaaien tot en met toeteren en gewoon gesprekjes. Naturalmente, tengo que tener cuenta que la situación actual de COVID qua cambia el sistema de tradie militarnen. Ja, dat is zeker anders. Dat is natuurlijk jammer. Om heel veel redenen, maar ook voor de oefening. De oefening vindt normaliter dus elke paar maanden plaats, maar door COVID eigenlijk al een tijdje niet. De laatste keer was al vorig jaar augustus. Dus de aanwezigheid en de oefeningen hier, dat is een tijdje niet geweest. Maar zeker nu het langzaamaan weer beter gaat met de COVID-situatie, zowel op Curaçao, maar ook op Bonaire, kon de oefening weer plaatsvinden. Dus daar zijn we als Defensie natuurlijk ook heel blij mee. Hi, ik ben Shishan Tolga. Ik ben groepscommandant bij 13 Bravo, het eerste peloton. Nou, mijn ervaring als militair, ik zit sinds 2014 in dienst. Direct opgekomen bij de luchtmobiele brigade. En eigenlijk al direct in de West functies gaan draaien met Compie in de West. Het is mijn tweede keer dat ik hier op Bonaire ben. En eigenlijk de tweede keer dat wij hier hetzelfde trainen. En dat is trainen in verzwaarde omstandigheden. Dus hitte. En tegelijkertijd ook met goede doelen bezig zijn hier. Een stukje presence. De mensen zien dan dat wij hier zijn. En dat bevalt ons eigenlijk goed. Normaal zitten wij op Curaçao. En nu op Bonaire merken wij toch wel dat het wat rustiger is hier voor ons. Omdat onze training is normaal echt op Curaçao. En dan gaan we volle bak daar aan de slag. Hier zitten we eigenlijk met een iets ander doel. En dat is voornamelijk ook de presence, wat ik net al zei. Laten zien dat we er zijn en daarbij ook een stukje genieten van het eiland. Wat wij hier zien is dat het een wat kleiner eiland is, wat rustiger en ja, onze ervaring met Bonaire is altijd al goed geweest. Dus wij komen hier graag nog een keer terug. Maar notitie in ons TV, Amita Tino de Palma.